Beide ploegen staan klaar voor deze bekerwedstrijd, deze bekerconfrontatie tussen DVS 33 en Sportclub Millingen. De feestvierders uit Nijmegen en omgeving. Niet alleen de Rijnstanden zijn belangrijk, de waterstanden moet ik zeggen van de Rijn, maar Sportclub Millingen is meer dan alleen maar waterstand, is ook voetbalverstand. En David van de Groep zet de bal voor. Daar een schot. Nee, dat is David van de Groep. Mike Arends was dat natuurlijk, die voorzette. Pinazzi. Hoog tempo wat DVS 33 hanteert. En en daar valt al het eerste doelpunt. Ali Akla. Dit kon wel eens een heel moeilijk avondje worden voor Sportclub Millingen. Dat gaat allemaal net even wat te snel. 1-0 voor DVS 33. Na een goed lopende aanval. Afgerond door Ali Akla. David van de Groep. Roald de Vries. Mike Arends. Mike Arends gaat op af en toe daar. Combineert daar met heel mooi met David van de Groep. Van de 16 meter binnen. Tweede paal daar. Oh! Dat was moeilijker om hem over te koppen dan hem in het goal te koppen. Mooie voorzet van Mike Arends op de vrijstaande Kai Velda. En eigenlijk had dit de 2-0 moeten zijn. DVS zet meteen druk. Dat resulteert weer in balbezit. Ali Akla gaat schieten. En dat is een goede redding van de keeper. Maar daar komt Kai Velda en die schiet de bal hoog over. Richting Ali Akla, maar die bal kwam niet aan. Overname daar en geen buitenspel daar. En Ali schiet de bal net naast. Mike Arends. David van de Groep. Harry Pinassi. Wil de bal teruggeven aan David van de Groep. Kan in tweede instantie. Balletje op Ali Akla. Ali Akla neemt de bal aan. En scoort daar een hele mooie doelpunt. Hij maakt een beweging met zijn lichaam. Keeper trapt daarin. Zo maakt Ali Akla in de 23e minuut de 2-0. Harry Pinassi ziet daar Roland Hoek vertrekken. De bal komt perfect aan. Geeft die voorzet daar strak. Achterin is daar David van de Groep. Houdt de bal binnen. Aanval loopt door. Kai Velda. David van de Groep. Roald de Vries. Basiel Camara. David van de Groep. De bal daar op Ali Akla. Kan daar net niet bij die bal. Milling in de aanval. Daar komt verder niets uit. Ronald Hoek kan de bal oppakken. Spelen naar Kai Velda. Kai Velda naar Basiel Camara. Basiel Camara schuift ook mee naar voren. Mike Arends. Roald de Vries. Basiel Camara. Hairi Pinarchi. Veel beweging naar voren. Ronald Hoek op Mike Arends geeft de bal mooi door aan Joren van Zanten. Joren van Zanten ziet daar David van de Groep in de tweede lijn en schiet daar. Prachtig doelpunt. Het combinatiespel van DVS via een aantal schijven. En daar komt een 3-0 uit. Een fantastisch doelpunt gemaakt door David van de Groep. DVS meteen weer vol die druk erop. Joren van Zanten stoort daar. Keeper trapt de bal. Belandt bij David van de Groep. Mike Arends kan die bal aannemen. Geeft de bal mee aan David van de Groep. David van de Groep daar op avontuur. De bal is hard. Houdt de bal keurig binnen. Oh, en wat een fantastische goal. Goed doorgaan van David van de Groep. Kai Velda noteert hier de 4-0. Voorafgaand aan deze aanval was de mooie bal van Mike Arends op David van de Groep. David van de Groep hield de bal binnen en Kai Velda kon afronden. Keeper Arends. Maar DVS weer binnen de kortste keren in balbezit. Pinazzi. Overtreding, maar scheidsrechter laat terecht doorspelen. Heiko Epe. Mag laten zien dat hij over een enorme snelheid beschikt. Een van zijn wapens. Joran van Zanten. Pinazzi. Roald de Vries.
Kuijvelda, Roald. Dat paasje was net niet zuiver genoeg. Kan nu Millingen eruit. Smits, Maarten Smits, maar eenvoudige prooi voor Basil Camara. Maar Maarten Smits weet hem toch heel mooi goed voor te krijgen. Een prachtige, prachtige bal op de borst. Gestopt en gelijk panklaar neergelegd voor de keeper, Laurens Dekker. Een lust voor het oog om naar te kijken. Ali Akla, veel te snel. En daar gaat hij weer, Joran van Santen. De twee maatjes, ongelooflijk. Wat is dit mooi. Ja, het wordt ze geen strobreedte in de weg gelegd. Het lijkt wel alsof er gewoon een combinatieoefening wordt gedaan met van die... Ja, nee, dat mag ik ook eigenlijk niet zeggen. Maar dit is wel heel erg mooi om naar te kijken. Pinactie op Kuijvelda. Kuijvelda 16 meter binnen gaat schieten. Schiet deze bal op de lat. Zo even uit het niets. Boom. Millingen in de aanval. Nee, Millingen niet in de aanval. Basil Camara. Terug op Laurens Dekker. Oeh, foute bal daar van Laurens Dekker. Kan die daar gevaarlijk worden? En dan kan de paal. Aanval loopt nog door. Aanval loopt door. Wordt daar goed verdedigd door DVS. Snel alweer balbezit voor DVS. Joran van Santen. Joran van Santen. Overname daarvan. Millingen leek dat te worden. Stefan de Geijten let goed op. Heeft de bal inmiddels gegeven aan Roald de Vries. Roald de Vries op Isa Kieseler. Isa Kieseler gaat zijn man voorbij. Geeft de bal aan Mike Arends. Mike Arends. Mike Arends nog steeds. De bal aan Ali Akla. Ali Akla gaat zijn man voorbij. Geeft een strakke voorzet. En daar komt Isa Kieseler net iets te laat. De verdediger kan de bal tot corner verwerken. De rest is een corner voor DVS. En die wordt getrapt door Mike Arends. Zesde minuut wedstrijd. Tweede helft. Mike Arends. Mike Arends gaat 16 meter binnen. Geeft de bal aan Harry Pinacci. Die geeft een geplaatst schot en dan schiet hij op de lat. Bal kan in de rebound. Komt bij Kieseler. Kansenman daar niet voorbij. Overname Millingen. Nog een kans voor DVS. Harry Pinacci. Harry Pinacci combineert daar met Kuijvelda. Nu met Ronald Hoek. Met Ali Akla kan hij dat ook. Dit is een prachtige aanval. En daar wil hij hem achterin gooien. Bij Isa Kieseler. Prachtige aanval over meerdere schijven. Hij komt bij Harry Pinacci. Die geeft de bal achterin aan Isa Kieseler. En die noteert de 6-0 in de 11e minuut van de tweede helft. 6-0 stand in het voordeel van DVS. Isa Kieseler gaat zijn man daar eenvoudig voorbij. Gaat de 16 meter binnen. De bal komt voor de voeten van Joran van Santen. En die... scoort voor de tweede keer deze wedstrijd. Op aangeven van Isa Kieseler wordt het 7-0. Doelpuntenmaker Joran van Santen. Roald de Vries. Kuijvelda, een mooi hakje daar op Isa Kieseler. Kijken wat hij vandaag in gedachten heeft. Brengt de bal bij Ali Akla. Ali Akla nog steeds. Oeh, en daar zat de keeper heel goed bij. Nou, weer een hele mooie aanval van DVS. Nu kunnen ze er wel even uit. Wijnhoven. Joey Wijnhoven. Geeft de bal aan de nummer 7. Arends. En die kan de keeper niet voorbij komen. Laurens Dekker ligt daar goed voor. Pinacci. Prachtige splijtende paas. Ali Akla. Schitterend voorgegeven. En een prachtig doelpunt. Kuijvelda, tjongejonge, wat is dit mooi uitgespeeld. Oh, ik heb net de microfoon voor me snufferd en wat gebeurt er? Ja, natuurlijk valt er een doelpunt. Pinacci, die werkelijk met een prachtige paas komt. En vervolgens de volgende die een assist gaf. En Kuijvelda vervolgens liet scoren. En die volgende, dat bedoelde ik natuurlijk Ali Akla mee. Heel mooi, stand
8-0 hier tussen DVS 33 en Sportclub Millingen. Nu weer aan de bal. Tik de bal even terug. Pinazzi, die daar echt de lijnen fantastisch uitzet. Mike Arends. Oeh, wat een heerlijke peer. En het is natuurlijk een prachtige avond voor de keeper. Daan Arends, die de avond van zijn leven meemaakt. Want hij heeft nog nooit zoveel te doen gehad. En ze nu dan ranselt hij de bal werkelijk schitterend uit zijn doel. Mike Arends op Ali Akla. Mike Arends slingert de bal de 16 meter binnen. Daar is Michael Moussa met een prachtige kopbal op de lat. Mooie voorzet daar van Mike Arends op het hoofd van Michael Moussa. Mooi doelpunt hier van Hairi Pinazzi. Even gegooid. Op Isaac Isler. Mooie aanname van Michael Moussa. En die schiet op de lat. Prachtige aanname. En die had een heel mooi schot in gedachten. En die denkt, ik ram hem door die touwen heen. Maar de bal spat op de lat. Stefan de Rijter op Roald de Vries. Roald de Vries op Hairi Pinazzi. Die daar een paar mannen voorbij gaat. En schiet hem fantastisch in de kruising. De 10e van de avond wordt gemaakt door Hairi Pinazzi. Net iets buiten de 16 meter ramt hij de bal in de bovenhoek. 10-0. Niet zoals het scorebord aangeeft en het publiek hier reageert. Het scorebord kan niet verder dan 9. Maar het is hier echt 10-0 voor DVS. Doelpuntenmaker Hairi Pinazzi. Zo fluit de scheidsrechter voor het eind van deze wedstrijd. Bekerwedstrijd, DVS 33 tegen Millingen, uitslag 10-0.